Laten we even naar de Amsterdamse index als geheel kijken. De markt toonde weinig teken van leven de afgelopen week. Dit is de grafiek van de afgelopen 2 weken. Het lijkt heel wat, maar het rendement is afgerond. Als je precies begint op maandagochtend en precies eindigt op vrijdag 1,08%, als ik me niet vergis, over 2 weken tijd. Dat is niet echt teken van een eindejaarsrally, jongens. Nee. Je bent... Nou ja, weet je, als je 26 keer dit hebt, is het, heb je dan heb je 26% rendement. Wat je ziet, ik denk dat de afgelopen maanden hadden toch heel veel beleggers hoogtevrees. Mm. Je ziet een klein stapje terug en het is maar een klein stapje en dan komt men toch weer. Hè? Jij gelooft toch wel in de kracht van de markt? Jawel, ja. Ik verwacht ook helemaal geen rally. Maar wel dat je ook in 2018 een positieve aandelenjaar zult hebben. Maar de vraag al vaker gesteld hier aan tafel. Waar moet dan die nieuwe impuls voor die markt op dit moment vandaan komen? Nou ja, met name uit de economie die het zo goed blijft doen. Dat de bedrijfsvinsten ook verder zullen stijgen. En dat is ook wel de verwachting. En de rente die nog steeds laag blijft. De afgelopen weken zelfs nog verder gedaald is. Duitse rente nu 10 jaar is nu onder de 0,3. Ja, dus het alternatief blijft weg. Dividendrendement is daar nog goed. Dus jullie verwachten goede vierde kwartaalcijfers? Ja, daar kan je vanuit gaan. Ja. Maar wat ook heel belangrijk is, dat Bob die haalt het ook al aan, dat kan ik alleen maar onderschrijven. We hebben het hier nou over 1 week, 2 week en wat er dan allemaal precies gebeurt, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat er veel meer om, wat denk je wat er de komende 2 jaar gebeurt? Denk je dat bedrijfswinsten nog kunnen groeien en denk je dat de rente lang laag blijft? Ja, want de rest... Ja, ik denk dat. Okay. Maar de rest is allemaal een rimpeling in de uiteindelijke lange termijn mogelijk stijging. De waan van het moment. Roland, er staat al dit jaar plus 17%. Hè? Ik bedoel, er zijn jaren dat je op je knietjes gaat ervoor. Ja. Dus ik zou er al heel erg blij mee zijn.